in de categorie TTN Jeugdsportstimuleringsprijs 2022. Zij schaatst in Tialf voor camera's en tussentoppers. Lotte Groene. Hij vecht met meerdere tegenstanders. Tom Geerts. Hij is niet alleen sportief, maar ook wijs. Mikko Stol. Bij haar gaan sport en kunst hand in hand. Emilia Soloegin. Lotte, 18 jaar, is langebaanschaatster. Traint 6 keer per week, 2 keer per dag. Schaatsen, krachttrainen en wielrennen in de winter. Skileren, droogtraining, wielrennen en kracht in de zomer. Het vraagt discipline, want naast school is er geen tijd voor huiswerk en leren. Daarom zorgt de gymnaste dit onder schooltijd af te hebben. En ze mag trots zijn. Brons in het sprintklassement en brons en zilver op de 500 meter. Als hij 6 is en concentreert zich vervolgens op poemsen. Schijngevechten met meerdere tegenstanders. Als 15-jarige wint hij 2 keer het NK Junioren en is toegevoegd aan de nationale selectie taekwondo-stijl. Toms uitdaging? Het perfect, soepel en krachtig uitvoeren van de technieken. Zijn ambitie? Zich kunnen meten met de Europese top. En respect en gaat over normen en waarden en juist kracht gebruiken. Aldus de 13-jarige Mikko. Hij wil meer spirit en snelheid tonen in zijn kata's. Hij traint 3 keer per week bij Bushin Kaan en bij de Nederlandse selectie. Hij won goud op de Dutch Open for Youth en op het NK onderdeel kata. Zijn ambitie? Van de bruine naar de zwarte band. Zit hij achter schoen? De 13-jarige Emilia is het jongste lid van het nationale juniorenteam van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond en heeft de nationale topsport talentstatus. Let op, ze heeft zich al gekwalificeerd op zowel het seniorenniveau als tal van andere kampioenschappen. De jonge kunstschaatster combineert haar sport met een gewoon gymnasium. Geen topsportschool, dus dat is extra hard werken.